Xandra in mijn telefoon op stil zetten. Want groepsapps kunnen best irritant zijn als je 100 gemiste berichten in een half uur hebt. Hey iedereen, ik heb vandaag weer een unboxing van de Beauty Box. Dit keer is die zeg maar veel later dan normaal. Het is nu donderdag dat ik dat opneem en morgen komt die online. En volgens mij moet de video van afgelopen vrijdag ook nog online komen. Dus misschien dat er vandaag twee video's online komen. Ik kijk wat er in de beautybox van maart zit. Want het is natuurlijk de box van maart. Terwijl we bijna op half april zitten. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar we zitten wel in april. Bam, 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 bam. Yay, de beautybox. Hij is weer zwart. Het gewicht is wel... Ik denk dat er één misschien wat zware producten zit. Het stomme is, ik weet wel gewoon dat er één product van Dermalogica en één product van Anatomicals in zit. Want de hints waren wel heel duidelijk op de beautybox pagina van Facebook. Maar ik wil het toch even zien. Dam, 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 dam. Oeh, dit plaatje is gaaf. Het is een keer geen zwart-wit plaatje. Ik hou er wel van hoor. Getting ready for a spring day. Hè, niet spieken, Eline. Vliegenpapier. Krabpapier, denk ik iets. Is wit dit keer. Dat vind ik wel heel mooi. Ik hou wel van. Oké, als eerste keer papiertje denk ik voor 40% korting bij... Small lab. Nooit van gehoord. En het is allemaal goed. Het stomme is, ik heb nou echt gewoon één flapje opgemaakt en ik zie al meteen dit. Dit is een best. Deze heb ik ooit gehad. En het kwam. En het Tomicals, you need a blooming shower, your nose smells rose body cleanser. Ik vond die wel lekker. Ik denk dat ik hem meteen in de douche ga zetten. Want dit is wel een lekkere om gewoon nu te gebruiken met de lente en zo. Teeth whitening strips. Oké. Okay. Cool. Free sample. 3 keer. Cool. En Dermalogica. Oh, deze heb ik ook ooit gehad. Die heb ik aan mijn moeder gegeven. Want dit is gewoon zo'n product waarop staat Beach Smart. En dan hoef ik het al niet meer. Want mijn moeder heeft het dan wel nodig, weet ik niet. Dit is met SPF 50. Is leuk voor als het weer zomer wordt. Volgens mij heb ik deze in een glossy box gehad of zo. Ik heb nog een product dat ik ooit heb gehad. Maar ik hoop niet dat dan. De andere helft zit er gelukkig niet bij. Want nou, ik vond dit product ook verschrikkelijk. Dit product vond ik nog erger dan de andere helft. De IDC of EDC Institute Sanded Fruit Lemon Body Lotion. Oh, dit was zo chemisch. Was echt niet lekker. Nee. Oh, vet. Het is een lipgloss. Oeh. Dit vind ik een gave gloss. Het is van Beauty UK. De Lip Vinyl. Maar het is een soort van ja, raspberry paars roze kleurtje met glitters erin. Ik hoop nou alleen dat je die glitters, dat je die niet voelt. Oh, dit is grappig. Dat is zo'n applicator. Heel benieuwd. Hier zal wel denk ik iets op mijn blog komen. Zeker omdat ik nou bezig ben met allemaal lipdingen. En er zitten nog een paar van die frutjes in. Hoi, ik zie een beautybox en ik maak hem open terwijl de camera eraan doet. Aanstaan. Zo. Ik geef even wat er in het boekje staat. Want ik vind hem best wel tegenvallen. Dit heb ik ooit eerder gehad. Dit heb ik ooit eerder gehad. En dit heb ik ooit eerder gehad. Ja, hier staat gewoon wederom alleen maar een beschrijving van. Ik vind het stom dat die prijzen er niet bij staan. Dat er niet bij staat waar je het kan kopen. Oké, okay, bij Smalab staat... De whitening strips van Smalab zorgen voor stralend witte tanden. Makkelijk in gebruik en bovendien helemaal veilig. De gele behandeling van Smalab bestaat uit 14 strips en geven het optimale resultaat. Zelfs na 3 keer gebruik zie je verschil. Gebruik 1 strip per dag, 3 dagen achter elkaar voor het beste resultaat. Dus dat, ik denk maar dat hier dan 1 strip per dingetje in zit. Ik ben hier wel erg benieuwd naar. EDC, lichaamsverzorging. Oké, hier staat bij samen met een subtiele geur. Ik weet dat die lemon best wel heel erg sterk en chemisch is, dus dat die niet echt heel subtiel is. Ja, jammer. Waar ik echt van onder de indruk ben, zijn wel deze dingen. Ben ik heel erg benieuwd naar. Dit is ook niet iets wat ik zelf zou aanschaffen. En ik ben dan weer ook heel erg benieuwd naar de prijs van dit product. En ook vind ik het heel leuk dat dit erin zit. Ja. Heel benieuwd. En weet je, het is douchegel. Is gewoon, dat heb je altijd nodig. En het is heel leuk dat deze nog een keer in zit. Want Anatomicals is wel gewoon een leuk merk of zo. Maar ik vind het dan jammer dat er 3 dezelfde producten in zitten. En ja. Ik zal eens even lezen wat er als beschrijving bij staat.
Spring is here. Deze maand hebben we de box gevuld met fijne producten die je kunt gebruiken om jezelf helemaal klaar te maken voor een heerlijke lentedag. Start je dag met een frissende douchegel van Engels merk en de Summercalls om vervolgens de huid te zorgen met een bodylotion van EDC. Je gezicht kan met deze zonnige lente dagen wel wat extra bescherming gebruiken. Daarvoor is de Dynamic Skin Recovering met SPF 50 van Dermalogica perfect. Stralend in de tanden? De kit van Smilelab tovert jouw tanden binnen no time in een stralend wit gebit. Om je frisse lentelook af te maken, breng je fijne lipgloss van Beauty UK aan. En voilà, je bent helemaal ready voor een frisse lentedag. Ja, heel leuk dat het wel op elkaar is afgestemd. We hebben die drie dezelfde producten. En dan wil ik je allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je meer over producten weten, kijk dan zeker in het artikel hieronder. Bekijk je dit nou op YouTube, dan zal ik je even doorlinken naar mijn blog hier in de beschrijving. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!